betekent voor ons alle vijf echt heel veel. Het is echt een gemeenschappelijke liefde. Déjà vu is voor ons alle vijf heel veel mee begonnen. Het feit dat wij hebben allemaal onze eigen projecten en afzonderlijk van elkaar schrijven onze eigen liedjes. Maar Déjà vu heeft ons echt op dat pad gezet van muzikant willen worden en van liedjes willen schrijven. En het is ook muziek die wat ons betreft absoluut nooit vergeten mag worden. Vorig jaar speelde ik toevallig hier in Amsterdam een huiskamerconcert in mijn eentje. En het publiek was daar zo'n beetje tussen de 30 en de 40 jaar oud. En toen vertelde ik dat ik dit jaar samen met die andere jongens dan dit project ging doen. En toen was er letterlijk en niet gelogen in die huiskamer die avond niemand die wist wie Crosby, Stills, Nash & Young waren. Wat gebeurt? Dus ik zou zeggen, jongens, teach your children well. Nou, Dave vertelde net al, in 1970, hetzelfde jaar dat Déjà vu uitkwam, brachten ze eigenlijk best wel overhaast een nieuwe single uit, Ohio was dat. Omdat ze vonden dat ze dringend iets moesten zeggen over de politieke situatie in Amerika op dat moment. En de B-kant van die single was een al evenzeer geëngageerd nummer, al evenzeer anti-oorlogsstemming. En met dat liedje sloten ze stevast hun optredens af. En dat willen wij vanavond ook doen. Met het lied Find the Cost of Freedom.